En je kan hem ook niet echt chill omdraaien. Want als je hem dus omdraait, heb je hier een. En ik heb gisteren met nat haar geslapen. Wat? Echt Christus, wanneer heb je deze ghetto booty? Oh. Ja, maar mensen vragen altijd waar je blijft, schat. Ja, buiten beeld blijf ik altijd. Waarom? Vertel eens even aan de mensen. Hallo jongens en welkom bij een nieuwe weekvlog. Niet zo raar naar mijn mondhoeken kijken, ik zie het wel. Ik heb mijn mondhoeken weer ingesmeerd, want jongens, het gaat niet over. En het wordt echt alleen maar erger. Ik denk dat ik over 2 weken mijn mond ingescheurd tot hier is. Maar dat zien we dan wel weer. Ik heb het weer ingesmeerd. We gaan ervoor. Maar dus, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik kom net weer terug van stage vandaag. Echt heel veel stress gehad. Echt heel veel stress gehad. Echt heel veel stress gehad voor mijn scriptie. Maar ik kwam thuis en er was een super cutie pakketje geleverd. Dus die gaan we zo meteen even openen. En ik ga straks weer huiswerk maken. En ik ga de vorige weekvlog bewerken. En dat is alles wat ik vandaag ga doen. Alex gaat koken. Dus dat heb ik ook weer mooi geregeld. Oh, wat schattig met een strikje. Dit is de nailbox. Dit is trouwens de moederdag editie. Als jullie dit zien, dan is moederdag uiteraard al voorbij. Maar nailbox is zeg maar ook zo'n soort... Maar oh, jeetje, ik krijg het niet los. Wat ik aan het zeggen was, is dat nailbox ook zo'n soort maandelijks abonnement is. En dan krijg je dus iedere maand zo'n box met nageldingetjes erin. Of nagellak of... Nageldingetjes, dat weet ik niet zo goed. Oh my god, zo cute. Oh, Essie nagellak. Ik heb nog geen Essie nagellak. En nu heb ik er echt een heleboel. Oh, dit is fantastisch. Omhoog, wat is dit? Oh, dit is zo'n ding. Daar kan je hier je nagellakpotje in doen. Oh my god. En wat is dit? Nagelpijl. Oh my Jesus, hier word ik zo blij van. Op deze stressvolle dag. Oh, I love it. Wij hebben in Groningen al... Was het nou vandaag begonnen? Of gisteren of zo? In ieder geval, we hebben 3 dagen lang een Hunkemoller complete, totale uitverkoop. Dus vandaag, heel onverwacht, ben ik er voor het eerst geweest. We hebben dat in Groningen volgens mij ieder jaar... Ja, volgens mij hebben we dat... Ja, weet ik niet zeker. Ja, volgens mij wel. In ieder geval, dan hebben wij zo'n heel grote uitverkoop. Van Hunkemoller. En vandaag ben ik dus voor het eerst heen gegaan. Je moet ook echt entree betalen en zo. Maar ik heb daar ook een klein stukje gefilmd van hoe het eruit ziet. Heb ik gefilmd met mijn telefoon. En het is zo mega. En je hebt zoveel. Echt, het is echt niet normaal. Ik heb toch 2 bikinis weten te scoren. Want het was altijd. Want het was wel best wel gek. Want helemaal aan die kant had je dan BH's. En aan die kant had je dan slips. En alles zat door elkaar. Al die maten en zo. Dus dat was echt... Als je gewoon een setje had, dan had je echt mazzel. Dus ik heb toch nog voor elkaar gekregen om 2 bikinis te scoren. Wat slipjes en een sjaaltje. Dus dat ga ik zo even laten zien. Maar eerst even de shot van de uitverkoop. Hoe het daar eruit zag. Ik heb dus als eerst deze bikini en deze vind ik echt zo geweldig. Je kan daar zeg maar niks passen, maar dit echt zoveel mazzel mee gehad. Dat is echt perfect. Ik heb nog een sjaaltje gekocht. En nog deze bikini. Dit is van Sylvia Meis. Alleen dit topje, oh, ik snap er helemaal niks van. Ik heb hem dus nog niet aan kunnen doen, want ik snap er gewoon helemaal niks van. Want, nou, ik ga het proberen uit te leggen. Want kijk... nou, stel je wil hem dus zo aandoen, dan wil het dus niet. En je kan hem ook niet echt chill omdraaien, want als je hem dus omdraait, heb je hier een... Nou, ik snap hier helemaal niks van. En ik kan het ook niet loshalen, want je hebt zeg maar van die... Ja, het zit er gewoon aan elkaar vast, dus dat zal wel zo horen. Nou, maar ik... Ik kan hier helemaal niks mee. Ik snap er niks van. Echt, hoe moet het aan? Echt, hoe moet het aan? Of is het nou... Is het nou zo'n gekruist iets? Wat nou als ik zo... Oh mijn god, jongens, volgens mij heb ik hem. Ik moet hem zeg maar zo aan. En dan... Heb ik hem zo en dan moet ik hier aan trekken of zo? Of hier? Om het allemaal...
Oh jezus, dit is super charmant. Maar ik krijg... Volgens mij heb ik hem. Oh, ik snap eindelijk de logica. Oh mijn god. Moet ik hem... ik weet niet hoor. Jongens, help mij. Ik snap hier niks van. En dan heb ik nog een paar slipjes gekocht. Niet zo heel boeiend, maar ik hou wel heel erg van de Hunkemöller slipjes. Dus dat heb ik ook gekocht. Ik vind deze kleur... Deze kleur vind ik zo mooi. En geef me een lipstick in deze kleur. Dan ben ik echt blij. So pretty. En met zo'n totale uitverkoop dinges. Dan zijn de BH's 6 euro. Slips zijn 2,50. Accessoires ook vanaf 2 euro. En pyjama's heel goedkoop. En slippers 3 euro of zo, weet ik veel. In ieder geval, het is echt wel een stuk goedkoper. En daar sta ik ook. Nou, bij de Hunkemöller dinges ben ik dus samen met een vriendin geweest. En ik ben ook nog bij de praktijk geweest samen met mijn vriend. Maar we wilden nieuwe planten hebben. En, of nou ja, één nieuwe plant eigenlijk voor in de woonkamer daar. Voor dat ene lege gat. Die had ik laten zien in de vorige week vlog. Dus daar hebben we nou een plant voor gekocht. En ik vond Praxis super leuk. Ik wist helemaal niet dat Praxis zulke leuke dingen heeft. Daar heb ik ook een klein stukje gefilmd met mijn telefoon. Dit is ook een herinnering voor mezelf. Want ik heb wel eens dat ik dingen film met mijn telefoon. Maar als ik het aan het bewerken ben, dan vergeet ik dat ik dat heb gedaan. En dan komt het er gewoon niet in. Dus dat vind ik jammer. Dus erin plakken. Hallo, dit is de bewerkende Christina van de toekomst. Ik dacht, ik vertel even dat het mij gelukt is. De beelden zijn erin gekomen. I got you. Ik wist niet dat ze zulke leuke dingen bij Praxis hebben, schat. Zit je lekker te chillen? Nee. Oeh, die potjes vind ik ook leuk. Al die kleuren, die passen zo mooi bij elkaar. En dit is hoe onze slaapkamer er nu uitziet. Deze twee dingen hebben we net gekocht. Hier wat opgeruimd eindelijk. Canvasjes opgehangen. Foto's van Parijs. En dit is dus hoe het is geworden. Met de kastjes. Gewoon één rechte lijn wat we ook graag wilden. En dit is de plant. En dan willen we daar nog iets aan de muur. Maar we weten nog niet echt goed wat. Dus als er iemand tips heeft... Wat je nu hoort trouwens is het vaderster. Maar goed, als je tips hebt voor iets leuks hier, laat het dan even weten. Hallo jongens van deze prachtige mooie wereld. Ik ben aan het klaarmaken om naar de action te gaan. Alleen, ik ben mijn lippenbalsem. Oh, hier is mijn voorraad lippenbalsem. Ik moet zeggen, mijn mond ziet er stukken beter uit nu ik geen lipstick draag. Ik ga het altijd heel goed in mijn mondhoekjes insmeren. Ja, ik heb nu al een paar dagen geen lipstick gedragen en alleen maar met labellen lopen smeren. En dat werkt echt super goed. Maar ik was dus van plan om naar de Action te gaan. Omdat ik... Wow, wat ben ik donker. Omdat ik dus plastic lepeltjes wil halen. En ik wil zo'n... Hoe heet dat? Zo'n gieter voor je planten. Plantwatergieter dingen halen. Voor onze nieuwe prachtige plantjes. En dus plastic lepels. Omdat ik dus zoveel commentaar heb gekregen op mijn vorige vlog. Dat ik met mijn metalen lepel dinges uit de melk, uit de melkschuimer ging halen. Dus ik wil plastic lepeltjes kopen. Ik weet niet waar je zoiets kan halen. Maar ik denk dat de Action zoiets wel heeft. Onder een video werd heel veel de Action primer aangeraden. Dus die wil ik ook even halen. Uiteraard. En ja, ik wou net gaan. Maar mijn telefoon is echt zo ontzettend leeg. Dus ik denk dat ik even wacht. Nee, ik ga gewoon zo. En dan ga ik straks ook nog even boodschappen doen. En dan ben ik helemaal klaar. Oeh, ik zag vandaag een vet lekker recept. En die ga ik vandaag uitproberen. Tenminste, het zag er lekker uit. Sorry, ik ben helemaal aan het lopen. Echt alsof ik aan het bellen ben, zeg maar. Ik ben echt een kip zonder kop vandaag. Pasta met babyspinazie, cherry tomaten, paprika, knoflook, ui, zout en peper. Dat wordt hem voor vanavond.
Lekker, 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 lekker. Trouwens jongens, we hebben de 16.000 abonnees gehad. Yay! En daarom wil ik graag een Q&A doen. En als je dus naar Instagram gaat naar deze foto, dan kan je hier je vraag achterlaten. Ik heb hem net geplaatst. En als deze vlog online staat, dan heb ik de Q&A sowieso nog niet opgenomen. Dus je kan hier je vraag plaatsen. Je mag overal over gaan. Ik heb tot nu toe alleen maar vragen over YouTube, maar het kan over liefde, lifestyle, mijn afkomst, school, whatever, alles mag. Oké, ik ben onderweg naar de action. Volgens mij loop ik verkeerd. Nou ja, ik loop niet helemaal verkeerd, maar ik ben één steegje dus te vroeg ingegaan en dan raak ik echt helemaal de klus kwijt. Ik moet altijd, zeg maar, zelf de weg volgen. Dan sta ik gewoon verdwaald. Nou, ik krijg niet helemaal verdwaald, maar wel een beetje verdwaald in mijn hoofd, snap je? Ik moet altijd dezelfde route volgen. Want ik raak overal de weg kwijt. En dan ben ik dus te vroeg ingegaan. En dan krijg ik weer de weg kwijt. Oh nee, ik moet daarheen. Oké. Ik wil niet scherp stellen, maar daar is de action. Oh mijn god. Oh mijn god, zo schattig. Maar wat moet je ermee? En deze ook. Wow, mijn lipstick is uber fel. Tenminste, zo lijkt het. Heb ik andere instellingen? Nee. In ieder geval, ik ging toch naar de action voor twee dingen. En die twee dingen, allebei, heb ik niet meegenomen. Gewoon überhaupt niet eens naar gekeken. Gewoon compleet vergeten. Dus ik heb hier allemaal dingetjes. Ik ga wel even een shoplogje opnemen. Ik denk dat als je dit ziet, de shoplog al online staat. Oeh, dit ziet er lekker uit. Nom nom nom. Oh, dit ziet er zo lekker uit. Goedemorgen jongens. Oh, ik zie er niet echt uit, maar ik ben echt net uit mijn bed. En ik heb gisteren, of Alex heeft gisteren, voor mij verse geitenkaasspread met honing gekocht. En ik lag in mijn bed. Normaal gesproken blijf ik echt tot een uur of acht liggen. Maar het is gewoon 7:45. En ik ben eerder uit mijn bed gekomen omdat ik zo zin heb in deze geitenkaasspread. Dit is echt hemels. En ik heb gisteren met nat haar geslapen. Dus succes daarmee. En het lijkt alsof mijn mondhoeken helemaal weer oké zijn. Echt zo nice. Dus ik ga vandaag weer lipstick opdoen. Ik had gisteren nog even lipstick opgedaan voor de video. Maar het is wel van zo'n crème lipstick. Normaal gesproken draag ik echt van die matte dingen. En dat droogt natuurlijk super erg uit. Yo, gaat deze open. Ik heb gisteren trouwens shoplog opgenomen. Oh, dat heb ik al gezegd. Maar die heb ik nog niet... Jezus, nee! Ik heb dat ding eraf gemold. En ik heb hem gewoon nog steeds niet open. Over shoplogs gesproken. Ik denk dat de komende tijd heel veel shoplogs online zullen komen. Want ik heb heel veel dingen bij elkaar gespaard. Shoplogs is heel erg leuk. Maar ik was de hele tijd op dingen aan het wachten. Zoals AliExpress dingen bijvoorbeeld. Maar ik heb nou een hele week niks meer binnengekregen. Dus ik denk dat ik ook niks meer binnenkrijg. Ik denk dat ik al alles heb. Maar die ben ik aan het uitstellen. Ik heb nog fashion dingen. Waar ik twee video's van moet maken. Want eentje daarvan die wil... een aparte video hebben. Dus de komende tijd zullen er veel shoplogs online komen. Ik merk aan mijn kanaal dat ik altijd een soort van een shoplog fase heb of zo. Dit is echt zo lekker. Dit heb ik al zo lang niet meer gegeten. Zo lekker. Doordat mijn mondhoeken kapot waren, heb ik mezelf een hele aparte manier van eten aangeleerd. Om echt zeg maar mijn mond niet verder open te doen dan dat nodig is. Dus echt zo.
Zo at ik dan. Want anders trok ik mijn mondhoeken per direct open. Gewoon 's ochtends vroeg al. En dan liep ik dan voor de rest van mijn dag met bloed in mijn mondhoeken. Want dan krijg ik het er ook niet echt uit. Want dan ga je ze te boenen erin. Nou, dat is dus... wordt niemand vrolijk van. Het is vandaag donderdag trouwens. En ik zou vandaag thuis werken. Maar ik heb een interview voor vanmiddag. Vanmiddag? Of 's ochtends? Ik weet niet. Ik heb in ieder geval een interview vandaag. Die kan ik daarna lekker uittypen. Dat vind ik echt zo kut. Misschien heb ik zelfs 2 interviews trouwens. Ik heb wel 2 ingepland voor vandaag, maar eentje heeft het geaccepteerd. Dus van 1 weet ik het zeker. Nou, zoals altijd veel te laat, maar nu ben ik echt klaar voor stage, dus ik ga. Jongens, het is vandaag in 1 keer 22 graden of zo. En dat is vet chill, maar ik glim dan altijd heel erg. Ik moet zeggen dat het op de camera niet zo goed te zien is. En ik wil jullie even wat laten zien. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar kijk, wij hebben een ding op onze balkon. Het voelt echt alsof we op safari leven. En mijn lipstick ziet er ook niet uit. Ik voel me dan zo vies als mijn lipstick vies en plakkerig wordt. Kijk, zie je? Buh. Ik vind het echt helemaal niks. Maar ik kwam vandaag dus super gaar van mijn stage. Want ik had een interview en die duurde een uur, echt onnodig. Het duurde echt onnodig een uur. En nou ga ik dingen opruimen in de slaapkamer. Ik heb al dingen opgeruimd. Oh, ik heb mijn neus of zo. Goed, ik heb keuken opgeruimd en ik ga de slaapkamer opruimen. En ik ga zo meteen even wat eten. In mijn eentje. Want Alex die is met vrienden weg. En straks komt mijn moeder en mijn zusje even op bezoek. En ik ga dit ding aan mijn zusje geven. En ik ga dit ding aan mijn moeder geven. Deze heb ik gisteren... in een pakketje gekregen. Dit is de nieuwe droogshampoo. Of tenminste, ik denk dat het de nieuwe droogshampoo is van Philosophy. Super schattig, super leuk flesje. Maar dit is weer een droogshampoo. En dat gebruik ik niet, want ik heb een hele gevoelige hoofdhuid. Ik had toch laatst ook droogshampoos gekregen en uitgeprobeerd. Alleen, ik heb ze echt tot op de dag van vandaag heb ik daar spijt van. Omdat ik gewoon zoveel last ervan heb gekregen. Dus geen droogshampoo meer voor mij. Oké. Oh my god. Ik heb dus... gisteren heb ik de shoplog opgenomen. Die afgelopen zaterdag online is gekomen. Tenminste, ik hoop dat het maar gaat lukken. En ik wilde dus mijn primer kleding aantrekken. En ik dacht van... Oh, ik doe alvast even de kaartjes ervan af. Wat is dit voor blok? Maar ik dacht... Oh, ik doe alvast de kaartjes ervan af. Dan kan je het goed zien. En, maar ik dacht van, nou, misschien eerst gewoon even aantrekken. Dat doe ik later wel. En check deze. Ik kom er niet in gewoon. Dit zit zo strak. Wat? Echt Christus, wanneer heb je deze ghetto booty? Oh. Nou, laat zien schat. Ga even staan. Oeh. Alice heeft nieuwe schoenen. Deze vind ik echt heel leuk. En hij heeft daar nog meer schoenen. Oké, het is echt tijd om mijn nagels weer een nieuw kleurtje te geven. Oh, hij wil niet echt scherp stellen, maar het zit er niet echt meer mooi op. Ik heb hier mijn nagellakjes, maar ik heb dus het helemaal niet handig ingedeeld. Mijn nagellak zit daar helemaal achter en ik kan er niet zo goed bij. Goed, wat voor kleur wil ik vandaag? Oeh. Ook een nieuwe nagellak van Essie. Ik had trouwens deze op. Dit is een... Ik heb nog vieze mascara aan mijn vinger. Maar goed, dat was dus de kleur. Ik denk dat ik nou voor deze ga. Deze ziet er ook pretty uit. Heeft trouwens heel goed gedaan, want deze hand is nog helemaal goed. Oké, dit is zo pretty. Ik ben er echt blij mee. Dit is hoe de kleur heet. Ik ga hem even opmaken voor werk. Niet zo volgens mij om vandaag te werken eigenlijk. Vanavond is zaterdag, of vanavond, vandaag is zaterdag. En vandaag komt Eurovisie finale die ik dus ga missen. Vind ik heel jammer, want ik kijk dat dus altijd. Maar goed. Het is echt 4:05 en ik moet eigenlijk ook zo gaan. Nou, over 20 minuten ongeveer. Even last minute make-up opdoen. Ik wil vandaag video opnemen. Alleen na... Ja, ik zit zo ontzettend in een weekendmodus vandaag. Dat ik daar niet echt... ja, ik wilde het wel doen. Alleen toen, ja...
niet echt meer aan toegekomen omdat ik de hele tijd op bed ging chillen en een beetje televisie kijken en weet je wat allemaal. Morgen is moederdag. Ik kijk even in mijn camera, want die staat dichterbij dan mijn spiegel hier. Wat hebben jullie eigenlijk met moederdag gedaan? Als ik dit film, dan is het natuurlijk morgen moederdag. Ik denk dat ik en Alex langs bij de moeders gaan. We hebben chocola gekocht. Altijd goed. Ja, niet heel bijzonder. Ik heb altijd dat mijn moeder, zeg maar, ook in mei jarig is. Dus dan is het lastig. Maar ja, wat geef je haar voor moederdag? En wat geef je haar voor haar verjaardag? Dit is een dingetje. Deze poeder is echt alweer bijna op. Oh mijn god, ik haal het zo hard doorheen. Oh nee, dit is de verkeerde kwast. Hey schat. Nee, ik ben niet te laten zien. Nee? Gewoon aan vloggen. Laat jezelf een keer zien, schat. Nee. Waarom niet? Ja, wat? Ik durf dat niet. Ik durf dat niet. Ja, maar mensen vragen altijd waar je blijft, schat. Ja, buiten beeld blijf ik altijd. Waarom? Vertel eens even aan de mensen. Nee. Kijk je al staan daar ook. Waarom wil je niet vertellen? Nee. Wanneer kunnen ze jou weer in de video's verwachten dan? Geen idee. Vandaag niet. Straks denken ze dat ik iedereen aan het pranken ben dat ik een vriend heb. Ze horen mijn stem toch? Oh ja. Nou, dat was de mysterieuze stem van mijn video's altijd. Wat? Hé, hey, wat is dit nou weer? Uitslag op mijn boep. Kijk. Wat? Wow. Eeuw. Ik heb dat echt nooit. Oké, ik heb mijn make-up opnieuw geordend. Omdat we nou die nieuwe kasten hebben. Oh, dat had ik al laten zien. Dat klopt ook wel. Ik merk dat jullie mijn make-up video's het allerleukst vinden. Het was eigenlijk nooit mijn intentie of zo om een make-up kanaal te worden. Maar meer een beetje lifestyle, een beetje van alles. En dan ook wel make-up, maar dan heel weinig. Ook als je bijvoorbeeld naar mijn video's kijkt van vroeger. Heel weinig make-up video's. En dat was ook eigenlijk mijn intentie, omdat ik niet echt vind dat ik... naast al die grote tutorial kanalen nog wat kan bijbrengen of zo. Maar ik merk wel dat mijn make-up video's wel heel goed bekeken worden. En dat jullie ook steeds vaker reageren dat jullie mijn make-up video's zo leuk vinden. Dus dat vind ik wel heel leuk. En dan wil ik ook wel meer gaan doen, make-up video's. Zoals jullie even in de reacties willen zetten wat jullie voor video's zouden willen zien van mij make-up gerelateerd. Zou het heel fijn zijn. Deze highlighter, oh jij kan mijn neus, die doet me zo erg denken aan de Mary Luminizer. Volgens mij is dit ook de dupe daarvan. Dit is het nieuwe merk van de Kruidvat. Kan ik hem echt wel aanraden. Trouwens, als jullie dit zien, dan komt komende donderdag een video van mij, eindelijk maar toch, over mijn wimperroutine en hoe ik het nou eigenlijk allemaal doe. En dan de uitgebreide versie, zeg maar. Even een snelle look voor werk. Ik ben vandaag niet zo gelukt of zo. Heel simpel. Maar ja, ik heb ook niet echt tijd, want ik moet eigenlijk ook zo gaan. En ik heb echt mega honger. Maar ik krijg altijd wel eten op werk. Dus dat is super fijn. Doe even zo een ander shirt aan en dan ga ik lekker werken. Het is vandaag moederdag en we gaan zo naar onze moeders toe. Ik zal even jullie laten zien wat ik vandaag aan heb. Ik heb eindelijk dit jasje. Die ik nou kan dragen omdat het best wel lekker warm is buiten. Een shirt van Shizzy. En deze broek heb ik een keer gekocht in Parijs. En Alex is heel druk moederdag cadeautjes aan inpakken. Oh, die is zo schattig. Die kijkt ons ook recht, recht aan. We zijn inmiddels thuis en ik ben hier met mijn favoriete bezigheid bezig. Dat is de was. Alex is even eten aan het maken en ik heb even een nieuw wasje erin gedaan en dan moet dit natuurlijk leeg. En ik vind het altijd zo... Echt als dat niet zou hoeven, dan graag. Oh, eten is klaar. Kom maar aan. Jongens, ik ben er net achter dat ik helemaal geen afsluiting van mijn weekvlog had gefilmd. Dus bij deze. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken van deze weekvlog. En dan hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer.
Doei!